Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe Sander Helpt. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe jij nou de allervetste, mooiste, coole en beste logo kan maken. Ik doe dit omdat ik de vraag heb gekregen van hem. Oké, misschien zat er een haar tussen, want ik heb de reacties er niet voor. Maar ja, die vroegen, Sander, hoe maak je nou een logo? Nou, dat ga ik vandaag uitleggen. Laat sowieso even achter in de reacties wat je wilt dat ik de volgende keer uitleg. Laat alsjeblieft gewoon even wat achter. Ja. Laat gewoon even wat achter wat je niet snapt. Maar wel iets wat andere mensen waarschijnlijk ook niet zullen snappen. Ja. En al heb je vragen in de reacties. En dat zijn zeg maar vragen die bijvoorbeeld alleen jij hebt. Omdat niet iedereen dat soort spullen heeft. Iemand had bijvoorbeeld over een chatlink een vraag. Stel die vraag dan echt duidelijk. En probeer ik hem via de reacties te beantwoorden. Want om er een hele video over te maken is niet nodig. Maar vandaag gaan we dus een logo maken. Ik mag allereerst ergens beginnen. Ik heb mijn logo niet zelf gemaakt. Ik had het wel voor een tijd zelf gemaakt. Die met de telefoon met 1000 fonds. Nee, 2000. Die had ik zelf gemaakt. Maar tegenwoordig heb ik het niet meer zelf gemaakt. Insanity, oftewel Gijs, heeft eigenlijk alles gemaakt. Fucking sick die gast. Echt, wat hij allemaal kan, is heel sick. Dus check even zijn kanaal uit. Linkje zal in de beschrijving staan als ik het niet vergeet. Maar ja, we zijn weer op het testkanaal. Je ziet hier heb ik de banner van Wouter heeft gedaan. Die heb ik hier wat afleveringen terug. Volgens mij is het de tweede of derde aflevering uit mijn hoofd. Tweede of derde aflevering heb ik deze banner van Wouter gemaakt. En ondertussen zou ik het al wel iets beter kunnen, maar heel veel beter ook weer niet. Maar we gaan nu dus met de banner al op zak een logo maken. Je kan gewoon een logo en een aparte banner doen. Maar je kan ook dingen die in je banner zitten terug laten komen in je logo. De laatste tijd had ik dat niet, want ik vond mijn logo op een gegeven moment een beetje saai worden. En toen heb ik daar gewoon een foto van mezelf in veranderd. Dat kan, weet je. Dat is geen ramp. Maar het is ook wel mooi als je logo gewoon bij je banner past. Dus vandaar dat ik vandaag de banner even bij heb. Hier de mooie banner met de prachtige hulplijntjes hier zo erbij. Prachtige hulplijntjes en die shadow, ja. Heel mooi allemaal. Wat gaan we doen? We gaan naar file. Doe je nieuw. En dan, ik moet om een of andere reden altijd in pixels weer zetten. Heeft iemand een manier hoe ik dat in pixels kan hebben? Laat het even achter. Oh ja, ik had ook al mijn, volgens mij weet ik al wel, maar ja. Dan maak je een banner aan van 1000 pixels. Oh, dat zijn er 2000. 1000 pixels bij 1000 pixels. Dan krijg je dus een vierkante, want dat moet. En deze moet als goed op 72 staan. Nu weet ik dus niet welke dat ook weer was. Volgens mij deze. Volgens mij moet die op 72 staan. Volgens mij is het in dit standaard, zeg maar. Ja, oké. Zet die maar op 72 of op wat die al staat. Maar ik dacht altijd dat het 72 was. Dan druk je dubbelklik. Je ziet dat ik gewoon al zo lang dit soort video's niet meer maak. Doe je dubbelklik op... Precies wat ik bedoel, hè. Dubbelklik op background. Het is ook 5:30, jongens. En dan maak je even een nieuwe layer aan en ga je weer naar de background en dan delete je die. Zo, en dan heb je even dat witte weg. Heel mooi. Goed gedaan. Top. Wij gaan vandaag een banner maken met in ieder geval zijn gezicht erop. Je kan kiezen voor een banner met alleen, zeg maar, de naam. Banner logo met alleen de naam. Dat heb ik nu. Ik heb alleen mijn naam erop. Maar wij gaan vandaag voor eentje met het gezicht. Dus wij pakken even het gezicht. Dat is... Nou, goed gegokt. Dus, joh, het leek alsof er links ook iets veranderde. Dat is deze. Dus die hou je dan heel simpel. Je pakt gewoon die layer. Die sleep je zo. Die sleep je gewoon uit dit gebied. En dan sleep je hem naar je logo. Boom. Nou, iets te klein. Die gaan we even een mooie grote maken. Nou, even kijken. Ik wil hem denk ik ook weer niet te groot. Maar hij moet aan de ene kant ook wel weer in het midden een beetje. Want wat je hebt, dat is heel jammer aan deze foto. Je hebt zeg maar hier dat zijn arm ontbreekt, want het staat niet op de foto. Dus als je dat niet hebt, is het wel iets makkelijker. Ja, ik denk dat ik hem dan echt groot moet maken. En dan is de vraag, is dit mooi? Is dit wat ik wil? Zou Wouter dit gebruiken? Ik heb geen idee. Wouter doet overigens al lang niet meer echt aan YouTube heel erg. Maar het maakt even niet uit. Je hebt nu dus gewoon de foto van jouw banner gekopieerd. Dan ga je nog even de gradients en alles aanpassen. Want die staan een beetje op je banner ingericht. Natuurlijk, je mag ze wel gewoon houden. Ik hou ze ook gewoon, maar ik ga ze denk ik iets... Kijk, wat gebeurt er? Oké. Hier ga ik denk ik wat lager doen. Ik wil iets meer een fade erin. Dus iets meer schaduw dat het wordt. En aan de drop shadow wil ik ook een distance erin. Die wil ik die kant op hebben liggen. Ja, zo doe ik met die rechts. En dan wil ik daar gewoon een beetje een groot
Ja, zo, oké. Okay. Dus nu heb je naar die blauwe rand nog iets te overkill. Blauwe rand wat minder. Zoiets, oké. Okay. Nou, nu heb je dus zijn hoofd erop. Je kon ook kiezen om gewoon je naam te doen. Dus dan deed je in principe, stel dat hadden we gedaan, had je het zo kunnen doen. Had je dus dat even erbij gepakt. Moet ik even zoeken, ik heb goed gokt. Had je even Wouter en Games erbij gepakt, had je hem erin gesleept. Had je Wouter wat groter gemaakt. Zo gedaan, zoiets. En had je Games, zo. En had je ook de achtergrond toegevoegd die ik nu ga toevoegen. Maar het punt een beetje is, ik kies voor een foto. Omdat, ja, in principe, kijk, het maakt niet heel veel uit. Ik weet trouwens niet of ik bij mijn huidige banner ook de foto ga houden. Maar het maakt niet heel veel uit. Alleen wat je namelijk hebt, als ik een kanaal opzoek, dan zie je de naam en daaronder zie je een foto, een logo dus eigenlijk. En als dat je foto is, weet je meteen wie je bent. Maar stel het is weer je naam, zeg maar je naam in je logo, dan is het dus nog een beetje verwarrend. Hij heeft wel zo'n hele mooie trui aan met een colletje eronder. Heel erg mooi. Wat we dan gaan doen, want we willen natuurlijk in de banner blijven. Dus ik kijk ook steeds naar mijn banner, hoe ik het daar een beetje heb gedaan. Het makkelijke ook is dat ik deze banner heb, dat ik hem zo heb gemaakt, dat ik wat dingen eruit kan kopiëren. Dus, ik ga even die particles kopiëren, als ik die kan vinden. Bestaan die niet of zo? Oh ja, ja, juist, deze. Deze, die kopieer ik even en dan kijk ik of ze een beetje goed kunnen uitvallen. Of ze een beetje mooi erbij kunnen. Wel even de opacity. Waarom lijken ze niet, zeg maar? Nee, moet ik even een achtergrond toevoegen. Oké, dus dit ziet er wel wat beter uit, weet je wel, met die particles. By the way, heb jij niet zo'n banner? Kijk dan even de banner video. Het staat in het i'tje rechtsboven als ik het niet ben vergeten. En er staat zo in de beschrijving. Dat hebben we nu gedaan. Want alleen nog even een achtergrond toevoegen, dan kan je kiezen om een achtergrond zoals hier toe te voegen. Ben ik niet helemaal een fan van. Maar ik denk dat we dat toch gaan doen, want we hebben niet heel veel andere mogelijkheden. Dus dan pak je even die layer 4 en die knipsel, dus oftewel de achtergrond en de balk eroverheen. Die gaan we even heel wat groter maken. Doe je zo. Die maak ik ook even zo. En dan heb je voilà, een logo in de trend van je banner. Zo, ja, nu klopt die. Het is dus eigenlijk heel simpel hoe jij een logo kan maken die bij jouw banner past. Wat je doet, om het gewoon even in korte stappen samen te vatten. Je pakt de hoofdfoto van jouw banner, dus de belangrijkste foto van jezelf, van je banner. Die plak je hierin. Je past een beetje de shadows en zo aan dat het er mooi uitziet. Dan pak je enige particles, als je die natuurlijk hebt, pak je erbij. Dus enige effectstukjes, of hoe je dat ook wil zeggen, ja, clipje, hoe je het ook wil noemen, die doe je erbij. Om als voorbeeld ook even mijn nieuwe banner erbij te pakken. Hij heeft hier bijvoorbeeld die plusjes en die kruisjes, hoe je het ook wil noemen. En dan in een logo heeft hij die ook weer verwerkt. Dus dat zijn een beetje die stukken die ik bedoel. Hij heeft dan alleen niet voor foto gekozen, want ik heb niet echt een super goede foto. Hij heeft gewoon voor de letters gekozen. Dan voeg je gewoon de achtergrond toe. Je maakt je zo groot dat hij erin past. Let wel op dat als je achtergrond verandert, dat is met Ctrl-T... dat je dan even shift ingedrukt houdt, want stel dat doe ik niet, gaat die rare vormen krijgen en dan heb je dus dit. Ziet er niet uit. Hou alsjeblieft altijd als je een achtergrond of iets uitstrekt shift ingedrukt, ja? Ik denk dat jullie dat wel snappen. Ik ben er niet heel hard op ingegaan deze video. Dan heb je je banner, dan doe je file, save as, een banner logo natuurlijk. Sla hem even op. Ik sla hem even op als logo in, want ik had al een logo in dat mapje staan. Dan wat je kan doen, stel je hebt echt heel veel effecten erin. Selecteer je alles, dus druk je op de bovenste Wouter. Ga je tot layer, gewoon tot je laatste layer. Doe je shift ingeklikt. En doe je het groepicoontje. Dan doe je Ctrl J. Voor Mac, Command J. Doe je de onderste, doe je uit. En de bovenste doe je rechtermuisklik Merge Group. Als je hem dan opslaat, zul je zien dat hij minder MB is om een of andere reden. Ga je naar File, Export, Export As. Doe je even... kleiner bestand aanvinken. Doe je alles exporteren. En dan exporteer je hem. Dan heb je nu jouw logo gemaakt. Kan je hem aanpassen. Wat je dan moet doen. Je gaat even naar YouTube. Drukt op het aanpas-icoontje. Drukt op bewerken. Gaat hij even laden. Doe je foto uploaden. En dan kies je het logo uit. Boom. En dan moet je even zorgen dat deze randjes. Dat die de hele afbeelding dekken. Dus niet dat die zo staan of dat die zo staan. Nee, de hele afbeelding. De hele afbeelding moet die dekken. Druk je op gereed. En boom. Dan heb je hem hier staan.
Moet je even wachten tot YouTube het even werkt, want YouTube is heel slow. En dan zit de video. Wil je nog een video zien over hoe je echt een logo vanaf helemaal niets maakt? Dus je hebt helemaal niks, je hebt geen banner, je hebt niks. En je wil een logo. Laat het ook dan even achter. Laat gewoon alsjeblieft even achter wat jij wil dat ik ga uitleggen. Wat dan ook. Laat gewoon je vraag achter. Of ik reageer op hun reacties. Of als het langer duurt, komt er dus een waarschijnlijke video over. Of ik heb de reacties niet gezien, maar meestal zie ik alle reacties wel. Dus laat alsjeblieft achter wat je vraag is. Want ik zit een beetje zonder de ideeën. Dit was echt weer een van de laatste die ik kon doen. Dus ja, de drie mensen die het hebben achtergelaten, super bedankt. Ik hoop dat je het genoten van deze video. Doe een blauw duimpje omhoog. Mijn kanaal heet dus vanaf nu Sander. Ja, er staat nog wel /multigames achter. Maar gaat over een maandje weg. Ik heet het Sander. Mijn Insta en zo gaat ook nog allemaal veranderen. Komen nog allemaal video's over. Komen nog superleuke video's over. Vakantie is bijna voorbij. Ik hoop dat je het genoten. Doe een blauw duimpje omhoog. YouTube is weer een beetje aan het leven. Doe even 50 duimpjes omhoog. Ik wil sowieso in Sinity nog een dikke shout-out geven voor mijn banner en logo. Oftewel Gijs. En zie ik hem morgen bij een open. Zie ik hem morgen hopelijk bij een nieuwe video weer. Er is nog maar één ding. En dat is later.